stage, Lord. Vader, neem deze plaats, Heer. And when you are done, oh God. En wanneer u gedaan bent, Heer. Take the glory. Neem de glorie. I am satisfied, oh God. Ik ben tevreden, oh God. Just to see you glorified. Om u te glorifieren. Lord, glorify yourself in the life of the children today. Vader, glorifieer uzelf in het leven van de kinderen hier. Glorify yourself here today. Glorifieer uzelf hier vandaag. Glorify yourself in the message today. Glorifieer hier in de boodschap vandaag. Father, I thank you, Lord, that when I was preparing this message. Vader, wanneer ik deze boodschap aan het voorbereiden was. Lord, you spoke in my heart. Hebt u in mijn hart gesproken. That is not only for the children. En u hebt gesproken voor de kinderen. That is also for the adult. Dat ook voor de volwassenen. And I pray, oh God, ik bid, oh God. Somehow the adult will find this message. U zal deze boodschap in vinden. In the name of Jesus. Volwassenen deze boodschap vinden in de naam van Jezus. In Jesus' name we have prayed. In Jezus naam hebben wij gebeden. Amen. Praise the Lord. Loof de Heer. Praise the Lord. Thank you, choir. God bless you in Jesus' name. Dank u, koor. God zegent u in Jezus' naam. Hello, children. I'm so happy today. I don't know why I'm happy. Weet Maybe u waarom ik blij ben? Today is Thanksgiving. Happy Thanksgiving, women. Happy Thanksgiving. Vandaag happy Thanksgiving, happy Thanksgiving. Gelukkige dankgeving. God bless, because you know we have to thank God every day. It's not have to be only Thanksgiving day. Wij moeten God iedere dag danken. We thank God for the food. We thank God for life. We thank God for the clothes we wear. We thank God for air we breathe in. We thank God that we can walk with our legs. We can wake up. We have to thank God. Just bear this in mind, children. God bless you. Wij moeten God altijd danken voor alles. Zet dat in uw gedachten, kinderen. God zegent u. Children, today we are talking about who do you hang out with, part 2. Vandaag gaan wij praten met wie u uithangt, deel 2. But before we go to part 2, remember what, let me just remind what we spoke last time, just briefly. Maar just voor summarize we naar deel 2 gaan, laten we even kort zeggen waarover wij vorige week gesproken hebben. Remember we stood on 1 Corinthians 15, verse 33. Wij stonden op 1 Corinthiërs 15, vers 23. Do not be deceived. Wees niet misleid. Evil communications corrupt good manners. Slechte communicatie kan goede dingen bederven. And we said, don't be fooled by bad friends. He said, no, don't be fooled. Bad friends will ruin good habits. Laat je niets wijs maken, want slechte vrienden kunnen goede gewoontes wegdoen. And remember, we talked about 4 things to keep in mind. Ik herinner mij dat wij over 4 dingen gesproken hebben dat wij in gedachten moesten houden. Don't think that you are strong enough to stop their bad influence. U bent sterk genoeg om slechte invloed te hebben van uw vrienden. The negative always win over positive. When you have bad people around you. Het negatieve wint altijd over de positieve wanneer u slechte mensen rond u hebt. Number 3 says, choose your friends wisely. Nummer 3 is, u moet uw kinderen wijselijk kiezen. Choose righteous ones. U moet rechtvaardige vrienden kiezen. Not everybody will be your friend. Niet iedereen zal uw vriend zijn. Praise the Lord. Loof de Heer. Today we are talking about part 2 of Of who do you hang out with? Vandaag gaan wij over deel 2 praten met wie u uithangt. I just want to tell you a little bit of story. Ik wil u een klein verhaal vertellen. And this story is in 2 Chronicles. En deze verhaal is in 2 Kronieken. 2 Chronicles chapter 10. 2 Korintiërs hoofdstuk. We are going to read from verse 1 to 11. We gaan lezen van vers 1 tot 11. And I tell you the story then we can read it. Wij gaan het verhaal vertellen zodat u het Children, kan lezen. This story is about a boy. Dit verhaal gaat over een Let jongen. Let me put it a boy. Over een jongen. That hung around with bad friends. Die uithing met slechte vrienden. And they made him a king. En ze hebben hem een koning gemaakt. Story. Verhaal. Story. Praise the Lord. Loof de Heer. Are you listening to me, children? Luistert u naar mij, kinderen? And he hung around with bad friends. Hij hing uit met slechte vrienden. And the people of the town came. En de mensen van de stad kwamen. The people of the town came and said, your father gave us heavy yoke. De mensen van de stad kwamen en zeiden, uw vader heeft ons een heavy yoke. He said, your father made us to work too hard. Hij zorgt ervoor dat wij te hard moeten werken. Say, please make it easy for us. Dus alsjeblieft maak het gemakkelijker voor ons. And he said to them. En hij zei tot hen. Okay, go back. Okay, ga terug. I will see you in 3 days. Ik zal je zien in 3 dagen. And he seek another counsel. En hij heeft een andere raad gezien. From another people. Van andere mensen. Today is all about seeking counsel as well. Vandaag gaan we allemaal raad zoeken. And one of the people he seek are the elders, the old people.
De enige, degene die hij zocht, was een van de oudere mensen. And he said, okay. En hij zei, oké. This is what they said. Dit is wat ze zeiden. And the elder said. En de oudere zei. Yeah, do what they say so that you can continue to keep them as your servant. Just listen to them and give them what they want. Doe wat ze zeggen zodat ze u kunnen behouden als een bedienaar. And this boy. En deze jongen. Never listened. Luisterde nooit. He went and got his friends he grew up with. Hij ging met zijn vrienden waarmee hij opgegroeid werd. His friends he grew up with. Met zijn vrienden waar hij mee opgegroeid and werd. And told them, oh, this is what these people want. En hij vertelde hem, oh, dat is wat de mensen willen. Because of the friends have bad influence on him. Want de vrienden hadden slechte invloed op hem. And the friends said, ah, don't listen to these old people. En de vrienden zeiden, oh, luister niet naar deze oude what mensen. What you do, don't even give them what they want. U moet ze zelfs niet geven wat ze willen. Make their suffering double what your father did to them. Dus laat hun lijden door wat de vader tot hen gedaan heeft. And what happened, children? En wat is er gebeurd, kinderen? Listen. Luister. They listen to the bad counsel. Ze hebben geluisterd naar de slechte. Because you always hang around with bad friends. Want ze hingen altijd uit met slechte vrienden. Because these people he went to, he grew up with those people. Hij groeide op met deze mensen. And because of that. En door dat. You know, God gave him 12 cities. God heeft hem 12 steden gegeven. His grandfather's name was David. Zijn grootvaders naam was David. His father's name was Solomon. Zijn vaders naam was Solomon. And this boy's name is Rehoboam. En deze jongens naam is Rehoboam. The father did well with God. De vader deed het goed met God. God said, I have found a man after my own heart. God heeft een man gezegd dat hij een man had gevonden na zijn eigen that hart. That is David. Remember we talked about David and Goliath. Dat is David. Wanneer u herinnert over David en Goliath. It was that David that killed Goliath that was the grandfather. Het was die David die Goliath heeft gedood. Het was de grootvader. And the father en de vader is Solomon. Is Solomon. One of the wisest kings. Een van de wijste koningen. Now Solomon died and he handed over the position to him. Solomon is gestorven en hij heeft de positie aan hem gegeven. Because of bad friends. Door slechte vrienden. He lost 10 cities. Heeft hij 10 steden verloren. And God gave those 10 cities to his to the servant of the father. En God heeft deze 10 steden gegeven aan de dienaar van zijn vader. Because of the grandfather and the father, God only gave him 2. Door de grootvader en de vader heeft God alleen maar 2 gegeven. It's not meant to be because of bad friends. Het is door die slechte vrienden. I want you to read it at home because I know we don't have much time. Ik wil dat u het leest thuis. Because 5:00 we are going to meet up again. Want om 5:00 middag zullen we opnieuw ontmoeten. He will tell you about the story of Rehoboam. En dan zal u vertellen over het verhaal van Rehoboam. Praise the Lord. Geloof de Heer. This story, dit verhaal, will make a lot of difference in your life. Zal heel veel verandering brengen in uw leven. So please, dus alsjeblieft, if your mother is around, als uw moeder rondom or is, your father, of uw vader, or your sister, of uw zuster, or sisters, of nog zusters, brother, of broeders, or brothers, let them sit down with you and listen to this message. Laat ze met u gaan zitten en luisteren naar deze boodschap. Beware of who advises. You. U moet bewust zijn van wie u advies geeft. Beware of whom you take counsel from. U moet bewust zijn van wie u raad neemt. Children, you are not too young to listen to me. Kinderen, u bent niet te jong om naar mij te luisteren. Put this word in your heart. U moet dit woord in uw hart zetten. And grow up with this word. En opgroeien met dit woord. You will become a success in your life. En je zal een succes worden in uw leven. As we read 1 Corinthians 15 verse 19. Als we lezen 1 Corinthians 15:33. I repeat again. And do not be deceived. U moet niet misleid worden. Evil company corrupt good manners. En slechte vrienden bederft goede dingen. Evil company corrupt good habits. Slechte vrienden bederft goede dingen. No matter how young you are. Het maakt niet uit hoe jong u bent. Or how old you are. Of hoe oud u bent. The people you hang out with. De mensen waarmee u uithangt. The people you hang out with. De mensen waarmee u uithangt, will eventually zullen tenslotte have an impact in your life. Een impact hebben op uw leven. And you also have an impact in your thinking. En ze zullen ook een impact hebben op uw denken. Maybe for good. Misschien voor goed. Maybe for bad. Maar misschien voor slecht. Your friend mindset can bring you down. Uw vrienden kunnen uw gedachtegang naar what beneden did I brengen. Say? Please repeat this. Wat heb ik gezegd? Your friend mindset can bring you down. De gedachtegang van uw vrienden kan u naar beneden brengen.
If you have a mindset of a friend that loves beautiful things but don't have money. Als u vrienden hebt die van goede, mooie dingen houdt en ze hebben geen geld. So he will start doing evil things to make money to buy beautiful things. Dus hij zal slechte dingen beginnen doen om geld te maken om deze so mooie dingen. So if you have that type of friend, keep away from that friend. Als u dat type van vrienden hebt, moet u daarvan wegblijven. Except that friend have got the money to buy the beautiful thing. Tenzij dat die vriend het geld heeft om die mooie dingen te kopen. So your friend can drag you down. Your friend's mindset can drag you down. Dus die vriend zijn gedachten kan u naar beneden trekken. If you have a mindset of friend that always feel very big and boys, I'm a boy, you know, and this was up boy, carry this and put on the back and doing was up. Als u een vriend hebt die altijd slechte gedachtegang hebt en zo slecht rolt. And making so much trouble. En zoveel problemen maakt. Keep away from such friends, they are not for you. U moet wegblijven van deze vrienden, ze zijn niet voor u. You are friend number one. Uw vriend. You are friends. Can please can we have that on the screen, please? Your friends can challenge you to a greater height. Uw vrienden kunnen u uitdagen tot een grotere hoogte. Friends are not very bad. Vrienden zijn niet al slecht. Some friends are good. Sommige vrienden zijn goed. I'm not telling you not to keep away from friends. Ik zeg u niet dat u moet wegblijven van vrienden. I am telling you to keep away from bad friends. Ik zeg dat u moet wegblijven van slechte vrienden. Because bad friends. Want slechte vrienden. Can bring you down. Kunnen u naar beneden brengen. But good friends. Goede vrienden. Can lift you up. Kunnen u opheffen. Number two. Nummer twee. Your friends can cripple your dreams. Uw vriend kan uw dromen verlammen. Your friends can cripple your dreams. Uw vrienden kunnen uw dromen verlammen. Please, can we have it on the screen, please? Don't take it away. Your friends. Uw vrienden can cripple your dreams. Kunnen uw dromen verlammen. Praise the Lord. Loof de Heer. Your friends can be a blessing or a curse. Uw vriend kan een zegening zijn of een vloek. Somebody might ask, how can my friend cripple my dreams? Maar hoe kan een vriend mijn droom verlammen? I tell you some of you, some friends are so bad. Maar sommige vrienden zijn zo slecht. Some of them can be jealous. Sommige kunnen jaloers zijn. And you can do a lot of things they cannot do. En ze kunnen, jij kan heel veel. And when you go and tell us, be careful what you tell to people. And be careful that what people you tell them to. Dus u moet voorzichtig zijn tegen wie u iets zegt. When they're jealous, they will advise you the wrong way. Wanneer ze jaloers zijn, zullen ze u het slechte advies geven. And your dreams can be crippled. En uw dromen kunnen verlamd worden. Your friends can be a blessing or a curse. Uw vrienden kunnen een zegening of een vloek zijn. You follow a bad friend, you become a curse. Als u een slechte vriend volgt, dan you follow a good friend, you become a blessing. Als u een goede vriend volgt, dan wordt het een zegening. Number four. Nummer vier. You can affect your friends can affect your love. Uw vrienden kunnen uw liefde beïnvloeden. Your passion, uw passie, and your zeal for Christ. En uw ijver voor Christus. Repeat. Herhaal. Your friend can affect your love. Uw vrienden kunnen uw liefde, passion, beïnvloeden, passie, and zeal for Christ. En ijver voor Christus. That is Proverbs 7. Proverbs 27. Dat is in Spreuken 27. Vers 17. Vers 17. He said, as iron sharpens iron. Het is als een ijzer het ijzer smeedt. So a man sharpens the countenance of his friend. Zo zal een man de raadgeving van zijn vrienden scherpen. Any friend that you have and is always criticizing your faith. Elk vriend die u hebt en die uw geloof bekritiseert. Or make a mockery of your God. Of een spot maakt over God. That one is not a friend. Dat is geen vriend. Keep away. U moet wegblijven. Rehoboam. Rehoboam. Remember the story I just told you of? Hebt u die verhaal herinnerd waarover ik verteld heb? Rehoboam took sought the wrong counsel from his friends that are not good. De Rehoboam heeft een slechte advies genomen van de vrienden die niet goed waren. And what happened? En wat gebeurde? They gave him bad counsel. Ze hebben hem slechte raad gegeven. Bad friends. Slechte vrienden. Bad advice. Slecht advies. That crippled his destiny. Dat heeft zijn bestemming verlamd. Instead of having 12 cities. Hij had 12 steden. He had only two cities. Hij had er alleen nog maar twee over. And God did it for him because of David.
the grandfather. En God deed het voor hem door David de grootvader. Because of the promise he made for David. Voor de belofte die hij gemaakt heeft voor David. That a man must sit on the throne. Dat een man moest zitten op de troon. Of David. Van David. That's why God allowed that. Dat is waarom God het toegestaan heeft. He chose to go. Rehoboam chose to go to his childhood friends. Rehoboam heeft gekozen om naar zijn vrienden te gaan van de kindertijd. If you have a childhood friend that is not doing well. Als u een vriend hebt in de kindertijd die het niet goed doet. And you are growing up with such friends. En u groeit op met zulke vrienden. That will give you a wrong advice. Dat u een slecht advies zal geven. Keep away from such friends. U moet wegblijven van zulke vrienden. What God did, he gave the 10 stripes to the father's servant Jeroboam. Wat God heeft gedaan is dat hij de 10 stammen had gegeven aan de vader Jeroboam. May that not be your portion. Maar dat zal uw portie niet zijn. Children, kinderen, listen to me. Luister naar mij. That's three things I want to talk to you about right now. Er zijn 3 dingen waarover ik wil spreken nu. Beware. U moet oppassen. Beware. Pas op. Beware of bad influences in your life. Pas op voor slechte invloeden in uw leven. Remember Rehoboam. U herinnert je aan. He had bad influence in his life. Herinner u Rehoboam, hij had slechte vrienden in zijn leven. He lost 10 cities. Hij heeft 10 steden verloren. That's too much. Dat is te veel. Number 2. Nummer 2. Identify them. U moet ze identificeren. Or discern them. Of ze onderscheiden. That are not good. Dat ze niet goed zijn. Quickly. Snel. And get away from them. En weg van hen gaan. As soon as possible. Zo snel mogelijk. Let me read Matthew chapter 5, Laten verse 30. Laten we naar Matthäus 5, 30 Can gaan. We just have Matthew chapter 5, verse 30? Matthäus 5, 30. Children, open your Bible wherever you are. Kinderen, open uw Bijbel waar u ook bent. He said, and if the right hand offend thee. En als uw rechthand hem heeft God beledigd. Is off. Dan moet u het afsnijden. And cast it from thee. En het wegdoen. For it is profitable for thee that one of thy members should perish. Want het is beter dat dat ene lichaam deel kwijt is. And that the whole body should cast into hell. Dan dat uw hele lichaam in de hel wordt. Please, children, I'm not telling you to cut off your hands, eh? Kinderen, ik vertel u niet om uw handen af te snijden. I'm not telling you to do anything that is bad. Ik vertel u niet om iets te doen wat slecht is. I'm only telling you that if your friend is bad, cut your friend. Out. Ik vertel u alleen dat als uw vriend slecht is, dan moet u deze vriend weg doen. If you have bad counselor, cut the bad counselor out. Als u slechte raadgevers hebt, dan moet u deze raadgevers weg doen. And beware of the type of talk they talk. En pas op over de type van praten dat zij praten. If their talk is not edifying, is not building you up. Als het praten niet goed is, dan zal het u niet opbouwen. They're always using F language, saying evil things. Just keep away from such friends. Ze zeggen altijd het S-woordje en slechte woorden. Blijf weg van deze vrienden. Friends that always gossiping, run away from them. Vrienden die altijd roddelen, u moet wegblijven van hen. They are not good for Zij you. Zij zijn niet goed voor u. 3 things that you must take note and do, children. 3 dingen waar u nota van moet nemen. 3 things you must take note and do. 3 dingen waarvan u nota moet nemen en u moet het doen. Seek for good counsel. U moet zoeken voor goede raad. With the right people. Met de juiste mensen. Have good manners. Heb goede manieren. Make it as a point to be good boy or girl. Maak het tot een punt dat u een goede meisje of And jongen do moet the zijn. Right thing. En doe de juiste dingen. Good godliness and good contentment. Goede goddelijkheid en tevredenheid. Be content. Just whatever God has given to you, whatever your mother gave you to eat, the clothes your mother gave you to wear, be happy with it. Wat uw moeder ook te eten geeft of welke kleren u aan hebt, u moet blij ermee zijn. Be satisfied. Alsjeblieft, wees tevreden. With what you have. Met wat u hebt. Father, just pray for these children today. Vader, bid voor deze kinderen vandaag. And I pray that this word, oh God, will enter into them. En ik bid dat dit woord zal toekomen tot hen. Lord, that the children will not be like Rehoboam. Dat de kinderen niet zullen zijn zoals Rehoboam. They will never lose any part of their inheritance. Zij zullen
zullen niets van hun erfenis verliezen. They will never lose their destiny because of bad counsel. Zij zullen hun lotsbestemming niet verliezen door slechte raadgeving. Or because of bad friends. Of door slechte vrienden. Children, wherever you are right now. Kinderen, waar u ook bent nu. I want you to stand up. Ik wil dat u opstaat. And call your name. En uw naam roept. And I'm going to call my name. En ik ga mijn naam roepen. I said, I, Boma. En ik zal zeggen, ik, Kelly. I will have good manner. Ik zal goede manieren hebben. I, Boma. Ik, Kelly. I will seek for good counsel. Ik zal zoeken voor goede raad. I, Boma. Ik, Kelly. I will be satisfied with whatever God has given to me. Ik zal tevreden zijn met alles wat God aan mij gegeven heeft. Say I, Boma. Zeg ik, Kelly. I will run away from bad friends. Ik zal wegrennen van slechte Children, vrienden. Children, are you beating your heart? Kinderen, bent u uw hart aan het aanraken? I will be a good boy. Ik zal een goede jongen zijn. Say I will be a good girl. Zeg ik zal een goede meisje I zijn. I will do what God wants me to do. Ik zal doen wat God wil wat ik I doe. I will be good for God. Ik zal goed zijn voor God. Say the Spirit of God. Zet de Geest van God. Is upon my life. Is op mijn leven. And the Spirit of God en de Geest van God will direct me to good friends. Zal mij goede vrienden laten geven. God will take away bad friends from me. God zal slechte vrienden wegnemen I van mij. I will be good to my mother. Ik zal goed zijn tot mijn moeder. I will be good to my father. Ik zal goed zijn tot mijn I vader. I will be good to my elders. Ik zal goed zijn tot mijn ouderen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, thank you, God. Vader, ik dank u, mijn we God. We give you praise in Jesus' name. In Jezus' naam. And we call pastor to come and bless us right now. Ik ga de pastoor roepen om ons te zegenen. In the name of Jesus, Father, come and pastor, come and bless the children. Pastor, for us. Kom en zegen de kinderen. God bless you. God zegent u. Let us welcome pastor. Laten Say, pastor, you are welcome. En zeg pastor, u bent welkom. God bless you, pastor. God zegent u, pastor. Praise the Lord. Loof de Heer. Children. Kinderen. This message really touched me. Deze boodschap heeft mij echt aangeraakt. There is the need to have the right friends. Er is een nood om de juiste vrienden te hebben. It is not a bad thing to tell somebody I don't want to be your friend anymore. Het is niet slecht om iemand te vertellen dat ik uw vriend niet meer wil When zijn. When we were growing up, we did not know how to tell a friend we don't want you. Toen wij opgroeiden, wisten wij niet dat wij een vriend konden zeggen wij willen u niet. Now we have understood. Nu hebben wij dat begrepen. When you know somebody is not helping you to go to live a good life, go to heaven and love Jesus, what you need to do is simple. Just cut them off. Wanneer je weet dat uw vrienden ervoor zorgen dat u geen goede leven leidt of u niet naar Jezus leidt, dan moet je ze wegdoen. I, your pastor, Pastor Mike, say, cut them off. Ik, uw pastor, Pastor Mike, zeg, snij ze weg. God will bring you new friends. God zal u nieuwe vrienden brengen. Better friends. Betere vrienden. Who will love you. Diegene die van and u who you will love. En waarvan u In zal Jesus houden. Name we pray. In Jezus naam hebben wij gebeden. Father, I pray for the children. Vader, ik bid voor de kinderen. That they will be bold to say, no, I don't want this friend. Dat ze in staat zullen zijn om nee te zeggen, ik wil deze vrienden niet. And they will be bold to find their new friends. En ze zullen moedig zijn om nieuwe vrienden te zoeken. I pray for anyone you bring around them will be the right one. Ik bid voor iedereen die u rond hen brengt, dat ze de juiste zullen zijn. Every friend Satan sends to you, I rebuke them in Jesus' name. Elke vriend die Satan heeft gezonden, ik verwijder ze in Jezus' naam. I also pray for them that they will be obedient to their parents. Ik bid ook dat ze gehoorzaam zullen zijn tot uw ouders. And be content with whatever their parents give to them. En tevreden zullen zijn wat de ouders ook geven aan hen. May you be content at home. Mag u tevreden zijn thuis. And be good children. En goede kinderen zijn. I prophesy into your lives. Ik profeteer in uw leven. You will grow up. U zal opgroeien. You will be great. U zal groot zijn. You will not die before your time. U zal niet sterven voor uw Evil tijd. Evil friends that want to lead you astray, God will kick them out. Slechte vrienden die u tot slechte dingen willen leiden, God zal ze weglaten. And God bless you. En God zegent u. How